Het is nog morgen, hè? Het is 10:45. 31. Donderdag 31 augustus. Ja. De datum weten we nou, hè? Ik ga jullie vertellen. Gisteren hebben jullie gezien in het vorige filmpje. Die runnen die we helemaal netjes gemaakt hebben. Maar dit is wel triest nieuws, hoor. We hebben gezien. Nieuw voorvolk, hier bandje er gedaan. We hebben al lekker mooie dingetjes gedaan, weet je. En toen zei die jongen tegen mij, hij mag wel iets meer pit hebben. Ja, en ik dacht, ik haal die dekseltje er vanaf. De kartendekseltje, die kickstart deksel. En dan gaan we er achter even kijken, weet je. Maar ik dacht, misschien iets lichter rolletje. Misschien, kun je een Malossi valiootje of wat dan ook. Toen ik het losmaakte, ja, daar word je verdrietig van, hoor. Kijk, zie mensen, jongen. Mensen zijn knijers, jongen. Maakt niet uit waar die werkt of waar die vandaan komt. Het zijn knijers. Kijk, deze lek nog steeds. Hier die slang, die leg ik hier achter neer. Kijk, als je met me meekijkt, hier is die krukas, hè. Zie hem bewegen niet? Kijk, ik ben op camera. Wacht, die leg me. Misschien die leg nodig? Nee. Kijk, weet je waar je het kan zien? Kijk naar die feest, nou, zie die feest naar heen en weer gaan. Snaartje. Ja, die heb ik, ja. Ja? Dat zegt gewoon dat er zoveel speling op is. Ja, maar toen heb ik die jongen geweld. Ja, het is geen mooi nieuws, weet je. Maar hij zegt, Isa, ja, dat is mijn grote liefde. Hij zegt, je moet hem maar maken, weet je. Ja, wat mooi anders, joh. Ja. Die motor gaat niet op, dus die gaan we maken, weet je. Ik wou die olie pakken. Zo, ik vat het. Probeer los te bijtelen. Maar ik ben ook een expert in bijtelen, hoor. Ik kan echt goed bijtelen. Kijk, ik ben een beetje geïrriteerd nou, weet je. Dat komt dwaas, weet je. Je verkoopt zo'n runner, je vraagt een hoofdprijs en dan moet je ook top zijn, weet je. Mensen hebben daar maar geen enkel verstand van. Bij hem kom je moeilijk. En bij hem kom je wel moeilijk om te bijtelen. Die gaan we helemaal net schoonmaken en zo. Is het net chill? Wat is plastic, is voor zich. Je kan beter die aluminiumkoppen hebben.
Maar die aluminiumkop hebben ook een minpunt. Als ze niet goed koelde, liep alles. Moest kijken hier. Ah, dit is niet mooi vies. Moest kijken, ze hebben gewoon water erin gedaan. Ik heb deze week alleen maar een probleem met water. Eens kijken, daar heb je iets. Dit is niet keurig. Eens kijken, zo vies. Deze gereedschap, deze jongen, die is zo oud, dat komt uit 1995. Toen ik in mijn tuin begon te sleutelen. En ik sleutelde echt, ik vind het heerlijk om een beetje te sleutelen. Het is maar goed dat we met elkaar op gaan, dan maken we hem even netjes en dan gaan we hem echt liefde geven. Ik zie dat hij een keer eerder een revisie heeft gehad, zeker in die blauwe pakking hier. Ik zou zeggen, iemand werkt bij Piaggio, die doet netjes, weet je. Ah nee, zoals Albert gezegd heeft, hij zegt, die repareert niet daar, die staat achter een machine, knopje aan, uitdrukken. Dat doet hij daar. Niets voor bewegen, want hier maak je het op de camera. Nee, anders krijg je een melding. Nee, ik zie toch zo. Zonder melding. Nee, anders krijg je toch een melding dat het recht snel. Dan ga je te snel, dat is overdreven. Maar nu, mensen worden misselijk. Waar ik het over heb. Je hebt een keer een filmpje gemaakt, jongen, mensen. Gewoon het kotsen, zeg maar, thuis deze. Eens kijken hoe het eruit ziet. Eens kijken. Ah, nee. Terwijl troep eruit komt. Gewoon zo vast. Eens kijken hier. Dat zegt helemaal niks, hè. Dan koop je een ding die gewoon er bijna nieuw uitziet. Kijk wat je ziet. Eens kijken. Het is gewoon troep is het. Netjes maken. De tafel even afruimen. Kom gewoon roest uit, man. Alles is vast, joh. Ja.
dat schat? Mogol die deze in elkaar te zetten. Het is geen licht. Misschien. Wat is die plaat, hè? Leg voor die kentekenpasje moeten we hebben. Ik heb vorige keer 800 euro bekeuring gekregen. Dat is gewoon bij mij dashboard. Oh, vergeet het erop zetten. Dat is een nieuwe truc ook dan. Nee, maar kijk. Ja, je reed met die platen. Maar waarvoor? Je reed voor mij dan gewoon. En dan kijk, ik pak mij met die platen. Ja. Ik liet een papier in, dat is goed, ook als niks aan de hand, joh. Dat is goed. Ik zal naar de garage, auto moet gekeurd worden. Dat is goed, je niks aan de hand. Maar toch stuurt je mij 800 euro bekeuring. En ik wil met die man contact maken. Ja? Ik wil tegen hem zeggen, jij hebt tegen mij gezegd, zo en zo. Die gaat, en die agent zegt, ik stuur een brief naar de Belastingdienst. En ze zeggen, hij wil helemaal niet met mij praten. Maar dat klopt toch? Dat klopt niet. Waar zijn ze op gebouwd? Zijn ze gebouwd uit criminaliteit, zeg, toch? Ik zeg hem, is toch mijn recht? Die man zit me gewoon weg, ik moet gewoon betalen. Ze betaalt niks. Ik betaal wat ga je niet betalen? Ik heb beter met Rusland oorlog maken dan met Belastingdienst. Nee, moet zeggen, nee, luister eens. Ik vraag 100 euro. Nu mag ik het ook zeggen. Ines, ik haal 10.000 terug. Dus in Nederland is het makkelijker te stelen. Zit. Dus dit. Vies Erik, hè? Denk je nou dat je enige recht hebt hier in Nederland? Hij gaat mij 200 schade, ik maak 10.000 schade. Ik ga al die pinautomaten dit aanbaan met de verschuiving. Dus ga maar, bruis mij. Ja. Kom dat. Ik ben tegen mijn muur aangereden. Meneer de school. Stage. Hier. Nog een stage. Morgen moet ik naar school. Elke tijd naar school en dan de rest van de dag stage. Goed gereed, schat, ik ga er weg. Huh? 3 tonnen. 3 tonnen. Oh, die ben ik nog eentje. Deze vergeten. En ik kan hard drukken, hoor. Zo. Is dat echt vast? Pak wel wat langer. Dit is een slagschroef draaien. Dan heb ik een andere pakken. Dan kun je niet meer stalen, hè? Kun je dan wat? Even kijken. Dit is weer te dik. Ken ik die rand.
Een echte originele ontsteking zit erin. Het is wel een beetje werk, hè? Maar we gaan het mooi maken. We gaan het mooi maken. Alles schoonmaken, alles netjes maken. Heel erg. Nou, dode water, maar vieze geur, gewoon echt vieze geur. Alle schroeven zijn er allemaal uit. Niks zit er weer in. Ik denk dat de keukenkast ook versleten is, blijf maar bij die motor staan. Ja, ja. Ik hoop het ze niet. Nee.
Een echte originele krukas is dit nog. Ziet er mooi netjes uit. Dat is ook, ik zie. Bekend ziet er netjes uit, keurig netjes. Ja, nou is de heat ook hier. Spul is dat je. Ik kies het, zit de muur vast. Gewoon tikken we ze gewoon. Nou gaan we ze eigenlijk molden. Ik heb die motor goed niet horen lopen. Maar ik denk dat die motor wel geluid maakte. Dit is te veel. Dit is te veel geluid. Het is er net zo goed. Het is te veel geluid, het is te veel geluid. Dit is te veel geluid. Ah, dit is ook niet goed. Kijk, zie je dat? Zie je dat? Je ziet bijna, maar je hoort wel dat gewoon. Nee, dit... Kijk, hier tussen, kijk, hier spelen. Kijk. Nee, je ziet, ja. Ja. Ik denk dat de krukas iets is ingesleten. Maar het kan ook aan de lager zijn. Als de lager hier is ingesleten, ga je hem ook zo horen. Dus, maar als ik deze lager weer aan de andere kant erin wil houden, gaat hij er niet in. Dus ik denk dat de lager niet het probleem is. Wat we gaan doen is, de lagertjes en de spullen die komen straks binnen. Dus dan pakken we een nieuwe lager en dan gaan we een nieuwe lager. Als een nieuwe lager zo eromheen valt, mag niet. Bij de tweetakmotoren mag een lager niet om de krukas heen vallen. Je moet hem eromheen tikken of je moet hem eromheen persen. Als hij eromheen valt zo, klopt niet. Dan is de krukas niet goed. Daar is de speling ervan. We kunnen over niks doen. We gaan over net alles netjes afrijmen, alles opruimen, alle spullen netjes leggen. Dus kijk, ah nee, kijk, hij valt gewoon. Nee, maar zet er ook hier de speling op als je maar oplegt. Huh? Leg hem er zo erop. Ah nee, de speling heb je sowieso nou, omdat de andere kant er niet op. Ja, ja, maar ja. Ik doe hem even. Nee, ik ken niet. Kijk, hij gaat gewoon omheen. Krukas is ook versleten. Nou zie ik het, nou zie ik het. Kijk, nou zie ik het. Hey, nou zie ik het, die krukas niet goed is.
Als je kijkt, zie je dat? Zie je dat? Zie je die randje daar? Ja, ja. Dat is ingesleten kruk, moet een andere kruk zijn. Dus, kom maar in dit kijken, een nieuwe kruk moeten hebben. Zo, potverdorie man. Dat is goed jongens, we gaan jullie even laten. Thuis.